Maar ik kan me voorstellen dat jij deze week een paar keer hebt gedacht, oh, even lekker scoren in die Kuip is toch mooi, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb, ja. Het is me wel eens eerder gelukt en het is wel een lekker gevoel, hoor. Dat is duidelijk. Maar goed, het zat er niet in, helaas. Nee, het was niet veel vandaag. Nee, ik denk zeker de eerste helft was niet goed. De tweede helft speelde wel beter, maar ja, dan moet je eigenlijk die 2-1 maken. Maar goed, als die 3-0 dan valt, is het klaar. Ja, en dan als je naar deze wedstrijd kijkt, is die 3-0 geflatteerd? Op basis van de eerste helft niet, op basis van de tweede helft misschien wel. Op basis van de hele wedstrijd? Precies de rust? Ja, de rust, ja. Nee, ja. Ik denk, we hadden wel misschien wel een doepetje verdiend, maar goed, ik denk dat Feyenoord al met dat terecht gewonnen heeft. Ik zag twee teams die allebei heel weinig energie hadden. Zeker. Ja, wat ik zeg, de eerste helft ben ik het helemaal met je eens, van onze kant. Maar de tweede helft vond ik wel dat iets meer pit in zat. Maar goed, ja, wat je zegt, de wedstrijd heeft twee helften. En een rust. En een rust, ja. Maar misschien waren we het dan wel het best. waar gaan jullie heen met PEC? Want het seizoen is ook niet echt dat je zegt Polonaise. Nee, ja, kijk, we zijn natuurlijk minder begonnen, maar daarna, ja, de laatste week gaat eigenlijk prima, gewonnen van Excelsior, het uitbaas zet een puntje, dus kijk en... Zet wint iedereen tegenwoordig, of minimaal een punt. Ja, die zit er niet zo lekker in, maar goed, misschien hebben wij net een tikje gegeven waardoor het daarom valt. Jullie hebben ze omgegooid. Ja, precies. Nee, maar ja, ik denk, kijk, Feyenoord uit, die kan je natuurlijk verliezen, maar goed, we hadden wel meer mogen brengen.